Ja, maatschappelijke stage, wat is dat? Dat is een manier waarop jongeren, zoals leerlingen zoals we ze hier hebben, betrokken raken met de maatschappij waarin ze leven. En dat doen we door ze 30 uur in het schooljaar vrijwilligerswerk te laten doen. Nou, dat kan op allerlei plekken. Dat kan bij verenigingen, sportclubs, dat kan bij iets als een bibliotheek of een zwembad. Maar dat kan ook bij de radio bijvoorbeeld, of bij de omroep, waarbij ze programma's kunnen maken en op die manier iets doen voor de maatschappij waarin we leven. Alleen dit schooljaar al zorgen we met elkaar voor 15.000 uur aan vrijwilligerswerk. Dus wat mij betreft een prachtig project. Nou, wij zijn zorgboerderij De Tintelen. Wij hebben in de winter gaan we hout hakken. Dat doen we aan maart. Van dat hout dat verkopen we voor haardhout. We maken er eltjes van, die hebben we. We maken er andere leuke diertjes van of beeldjes. En verder verkopen we dat. En het ezen zijn altijd lief, kunnen we borstelen, lopen met ze, knuffelen met die dieren. Ja, zo, en Zetlanden kennen we ook nog goed. Dus leukste dieren. Ja, en na de ezels hebben we ook nog allerlei andere dieren. Koeien hebben we. We hebben een paard. Alpaca's, dat zijn een soort van lama's. En allerlei kippen, en die leggen ook eieren. En die verkopen we ook aan de weg, die eieren. En die dieren moeten natuurlijk verzorgd worden en eten krijgen ze. Dus, ja. We hebben ook nog een moestuin, daar bouwen we onze eigen groenten. Pompoenen, als daar de tijd voor is, en die verkopen we ook allemaal. Aan ons eigen kraampje aan de weg. En, verder hebben we dat al wat soort taken die je kunt doen bij ons. Wij zijn van het dagactiviteitencentrum Nijkerk, dat is van GGZ Centraal. En de kringloop Goed Bezig, die is van Cirelo. Wij zitten samen in één gebouw, we werken heel veel samen. Dus hier ook. De kringloop daar, nou, wie kent niet de kringloop wat daar gebeurt. Er worden oude meubeltjes opgeknapt en die worden weer opgeknapt verkocht. Het dagactiviteitencentrum, ja, dat is voor mensen met een beperking, in ieder geval een arbeidsbeperking. Wij doen eigenlijk van alles dat de mensen bezig blijven. Er zijn cliënten, daar zijn we blij als ze één keer in de week een kop koffie komen drinken, dan zijn ze uit huis. En we doen houtbewerking, breien, schilderen, tekenen, eigenlijk van alles. We hebben hier wat voorbeeldjes staan van wat cliënten kunnen doen. En zo zijn ze, ja, sommigen echt op weg terug naar werk, terwijl anderen, het is heel verschillend. Het zijn allemaal mensen met een psychische aandoening. Wij zijn van Stichting Opkikker, wij organiseren opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind. Dat doen wij voor 2000 gezinnen op jaarbasis, veelal in evenementvorm, waarbij we ook onze superopkikkerdagen hebben. En wat nou het leuke is, dat jij als maatschappelijke stagiair ons kan helpen tijdens die superopkikkerdagen. Dan kan je zo'n groot groen kikkerpak, mascottepak waar je kan helpen. Dan kan je helpen als gastheer of gastvrouw tijdens de dag. Help je mensen naar hun plek toe en op die manier ondersteun je ons. En wat het leuke is, als je dat via school regelt, als er meer dan 4 leerlingen komen, kan we je ook nog ophalen op school en brengen we je het eind van de dag weer terug. En doe je het via Masplein, dan moet je vanzelf richting de Eemhof komen. Nou, dat hebben we iedere maand die dagen. Nou, daar zoeken we dus mensen voor met grote regelmaat. Dus vind het leuk, reageer vooral. En dan komt het helemaal goed. Ja. Ik sta hier voor Bibliotheek Nijkerk. Ik wil graag jongeren bekendmaken met de bibliotheek. Ik zoek boekenwurmen die bij ons willen helpen. Helpen met administratief werk en sorteren van tijdschriften. Boeken opruimen. Dus ik hoop dat jullie hier komen melden. Ik ben Ellie Bezemer en ik sta hier op de stagemarkt voor Dorcas. 6 en 7 november houdt Dorcas voor de 20ste keer de landelijke voedselactie. Wij verzamelen voedsel voor de allerarmsten. Wil je meehelpen? Heel graag, want we hebben mensen nodig die dozen inpakken, briefjes uitdelen. Dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen. Nou, actief bezig zijn dus bij ons. Meld je aan bij de Dorcas voedselactie voor 6 of 7 november. Krekenopje. Kom je stage lopen bij Nijkerk on Ice. Ook dit jaar, 5e jaar, een lustrumjaar met heel veel leuke mogelijkheden voor jullie als maatschappelijke stagiaire.
Dan moet je denken aan schaatsverhuur, kaartjesverkoop, baantoezicht, in dit mooie, leuke Nicey-pak lopen, de baan netjes houden, met elkaar maken we er weer een fantastisch feest van voor Nijkerk, voor de jeugd en samen met iedereen het vijfde lustrum vieren. Dus schrijf je in en meld je aan. Leerlingen kunnen bij de gemeente Nijkerk, vooral bij infra- en wijkbeheer, verwachten dat ze 4 dagen er zijn. 1 dag dat ze meelopen met de sluis, 1 dag dat ze meelopen met de wijk, met een wijkteam, 1 dag met de begraafplaats en 1 dag met de technische dienst. Zo leren ze het wijkbeheer zeg maar in de hele breedte kennis maken met wat wij als bedrijf zijn. Nou, we hebben namelijk al steeds masterleerlingen, al een aantal jaren al zelfs. En ik heb ze ook vorig jaar, of afgelopen jaar begeleid, 4 dagen. En dat was ontzettend leuk. Het was een hele grote groep, wat heel erg warm was. En dat was echt leuk voor die leerlingen, denk ik ook. Wat ik hoop dat ze dat vanaf hebben gestoken. Maar ook een idee krijgen dat de gemeente ook gewoon een bedrijf is. Nou, ik ben Henno Koelewijn. Ik ben directeur van de Prins Willem-Alexander School. Het leuke van een basisschool om daar stage te lopen is natuurlijk dat je activiteiten met kinderen kunt ondernemen. Het nadeel daarvoor voor maatschappelijke stagiaires is dat de activiteiten plaats moeten vinden na schooltijd. Dus bij ons op school stage lopen met kinderen is wat lastig. Maar we hebben wel een aantal activiteiten bedacht waar ze bij kunnen assisteren. Ook activiteiten waar het voor ons als school steeds lastiger voor wordt om mensen voor te vinden. Zo hebben wij een fancy fair 15 oktober, waar leerlingen bij kunnen assisteren bij het bakken van patat, hamburgers, dat soort dingen staan bij spelletjes. Op de 10 minuten gesprekken ontvangen wij de ouders graag met een kop koffie. Die wordt geschonken door maatschappelijke stagiaires. Onze jaarlijkse sportdag. Het is belangrijk dat ouders naar hun kinderen kunnen kijken en niet alleen maar helpen. Dus daar worden ook maatschappelijke stagiaires voor uitgenodigd om te helpen bij de spelletjes met de groepen kinderen mee te lopen. En als laatste hebben we 2 activiteiten die voor de wat meer creatief aan de ene kant de raamschilderingen bij ons op school kunnen gemaakt worden door maatschappelijke stagiaires. En het onderhoud aan het plein. Dus het snoeien van de heggen en het bieden van het onkruid. Nou, al met al heel veel activiteiten. Dus ik hoop van harte dat heel veel mensen bij ons stage komen. Wij zijn Prins Eerlijk, een restaurant waar mensen met verstandelijke beperkingen werken. Als maatschappelijke stagiair kun je de cliënten helpen, ondersteunen in de bediening, achter de bar, in de spoelkeuken. Maar er komen ook werkzaamheden schoonmaak bij kijken en we hebben natuurlijk ook een keuken. Nou, ik zou zeggen, site of op onze Facebookpagina voor meer informatie. Wij zijn van Beweging 3.0. Ik ben Annemieke Gerrits, dit is Annika de Jong. En we staan hier op de stagemarkt in het Colla College. In Sint-Josef kun je leuke dingen doen om stage te lopen. Je kunt helpen met wandelen, mensen lekker mee naar buiten nemen in de frisse lucht. Je kunt helpen met maaltijden serveren of tijdens gezellige avondjes kun je helpen met drankjes serveren en dat soort dingen. Heel gezellig. In de pool kan je helpen op de maandag of op de donderdagavond met Soosavond. Dan ga je mensen halen op de woongroep en gezellig samen met ze een spelletje spelen, kopje koffie schenken en ze weer terugbrengen, zodat ze een leuke avond hebben. En je kan helpen met de kerstmarkt, kun je van alles en nog wat doen. Van kerststukjes maken tot het klaarzetten, poffertjes bakken, mensen halen en wegbrengen. En je kan helpen bij optredens, je hoeft zelf niet te zingen, maar je kan wel helpen met mensen halen en brengen en zorgen dat ze een gezellige dag hebben, want dat is voor ons het belangrijkste. Ik sta hier in de kraam van het IBN. Dat is een vereniging voor natuureducatie. Heeft een heleboel werkgroepen op het gebied van natuur. En deze werkgroep gaat aan het werk in het landschap rondom Nijkerk, om dat in stand te houden. Als je het leuk vindt om buiten actief te zijn, samen met een grote groep mensen en andere stagiaires. Als je het lekker vindt om aan de slag te gaan in de natuur en daar veel meer over te leren, dan is een stage bij het IVN heel erg leuk. Wij initiëren activiteiten voor jongeren en ouderen in de gemeente Nijkerk. Dus daaronder valt ook Nijkerkerveen en Hoevelaken. We bieden activiteiten aan voor ouderen, jongeren, scholieren, aangepast sporten. Eigenlijk alles wat je kan bedenken, alle doelgroepen en
Je gaat alle soorten activiteiten voor gezonde leefstijl en beweging. Bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, er is een loopgroep rollators bij Sint-Jozef en binnenkort ook bij de Pol. Op het beweegplein kan je elke week terecht op maandag en woensdag onder leiding van een van ons of van onze collega's om lekker te bewegen. En ja, het is natuurlijk, zoals we allemaal weten, de volksziekte nummer 1 wordt zitten, dus we moeten allemaal lekker aan de slag gaan. De maatschappelijke stagiairs kunnen bij ons ondersteunen bij Wandelfit en een rollator wandelgroep. En wij hebben regelmatig in het jaar clinics en sportdagen, sportactiviteiten waarin ze kunnen helpen om bij verschillende sporten, voetbal, handbal, noem maar op, te komen helpen. Zelf een sport geven, echt voor de doeners. En bijvoorbeeld ook bij de Koningsspelen kunnen we een hoop handen gebruiken op de lagere scholen. Daarbij kunnen ze ook ondersteunen. We staan hier namens de protestantse gemeente De Esselt in Hoevelaken. En dat is een protestantse gemeente als onderdeel van de protestantse gemeente in Nederland. We zijn een, mag ik wel zeggen, een levendige kerkgemeenschap, vooral met de blik naar buiten gericht, die ook oog heeft voor jongeren. En wij willen graag jongeren een stageplek bieden in onze kerk, in en buiten onze kerk. Ja, en wat de jongeren dan kunnen doen, dat is, eigenlijk hebben we een minuutje gemaakt. We hebben een aantal gerechten en ze mogen hun eigen minuutje samenstellen. En de activiteiten, dat loopt van op de kinderen passen tijdens de dienst tot het papier inzamelen op zaterdagmorgen en het blaadje rondbrengen, de koffie verzorgen. Ik moet even kijken, wat hebben we nog meer? Bij de rommelmarkt kunnen ze natuurlijk heel goed helpen, zowel bij de voorbereiding als bij het verkopen en bij het opruimen. Nou, dat zijn zo een paar activiteiten. En ja, we hopen dat we een win-win situatie eruit halen.